Ja, dus nou ja, we weten bijvoorbeeld dat er in Marokko ook Temazigt wordt onderwezen. Al jaren. Is dat hetzelfde als wat de mensen zeg maar spreken? Nee, het grootste verschil ligt in het feit dat voor mij, het is echt, het doel is niet een standaard Amazigh te beheersen, die je alleen met een kleine groep mensen kan gebruiken. Maar het is meer dat je echt communiceert. Hè. We hebben gesproken over de verschillende doelgroepen. Dus je moet hen iets geven wat ze gewoon in hun dagelijkse leven kunnen gebruiken. Voor Irkam zijn ze begonnen met soorten regionale variëteiten Ja. wel te onderwijzen in Voor de eerste duidelijkheid, niveau. Erkam is het instituut voor de Amazigh-cultuur in Marokko. Precies, ja, precies. In Rabat, opgericht in 2001, denk ik. Ja. 2003 zijn ze begonnen, ja. Ja. Maar wat ze doen. Bij hun is er gewoon, als je naar de vele publicaties, ze zijn best goed bezig wat betreft de productie van materiaal, et cetera. Maar een bepaalde ideologie wat ze hebben, is dat ze dat alle Marokkanen ooit dezelfde taal zouden moeten spreken, want we zijn allemaal Marokkanen. Goed, Amazigh is onze roots. Ja. En dan komt een tijd dat iemand uit Agadir en iemand uit Nador kunnen gewoon zitten en praten. Die zijn er, dat soort mensen, die zijn er. Een paar, enkelen, die goede beheersing hebben van alle nieuwe vormen, die worden ontwikkeld. Kijk, de strategie is dat als je een woord niet in de zuidelijke variant Tashlihit hebt, haal je dat woord uit Tarifit. Ja. Andersom. Goed, de regels die zijn gelukkig wat betreft de syntaxis, zinsopbouw en de morfologie, zoals je weet, die zijn een beetje, hoe noem ik dat, vormen nog steeds een groep, maar goed, zijn natuurlijk verschillen. Hij verschillen, ja. Ja, precies. Maar dan maken ze keuzes. Dan zeggen ze of we accepteren één vorm of twee vormen en dat zit, want de rest is niet. Dat is niet wat ik doe. Nee. Wat ik doe Ja. is gewoon Dus niet, jij onderwijst geen standaard Temazigt en je gebruikt ook geen Tivina. regionaal wel, regionaal Ja. zover dat het kan gaan, met de hoop dat er komen andere mensen en dan zeggen, maar dit is een andere discussie. Kijk, we kunnen wel dromen van één pan-Amazigh voor hele Marokko, of zelfs voor het Rifgebied, van één pan-Amazigh voor het Rifgebied. Maar goed, wat de realiteit zegt, is iets anders. En ik ben Ja. een beetje tegen een academische kwestie, is iets anders. Ja. Je mag doen je definieert je eigen doelen en je eigen theorieën en wat dan ook. Maar in de praktijk, het gaat hier om mensen die gewoon willen kunnen functioneren met gezinsleden. Ja. En het geeft hen. Ik had het zelf onderschat. Sommige mensen zijn enorm blij met de mogelijkheden. Enorm blij. Echt, ze zijn dankbaar. En ze zijn zo bang dat de cursus gaat stoppen. Ze zeggen, Oh. alsjeblieft, kun je ons beloven dat het doorgaat? Je hebt deze categorie mensen, je hebt een andere categorie mensen. Die komen en zeggen van, oké, ik wil leren hoe je het schrijft. En dan op het moment dat je begint, dan zeggen ze, nou, oké, kom één keer, misschien twee keer. En dan zijn ze niet tevreden, dan gaan ze weg. Dan Ja, kun je niks aan doen. nee, dat kun je niet. Maar dat is niet alleen met cursussen te mensen, dat is met denken met alle soorten cursussen en alles. Het is het leven, het is Is het dat leven. leven? En meer ik, ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja, maar het belangrijkste wat ik eruit begrijp is dat zeg maar, er wordt niet een soort van variant zoals in Marokko onderwezen. Dus het standaard MSD dat door het IRCAM is ontwikkeld en dat als Nee. doel heeft een soort van dat alle IMSD'eren uit Marokko van het noorden tot aan het zuiden met elkaar kunnen communiceren. Dat onderwijs je. Het is echt puur refijns, Precies. op basis van wat je net hebt gezegd. Dus En dat. nog een klein verschil, sorry Galit, een klein of iets wat anders is het schrift zelf. Het alfabet wat ik gebruik is gewoon het Romeinse alfabet. Dus Ja. zoals wij het kennen. En Ja. een paar letters zijn anders, maar de rest,
dit neemt niet weg dat voor geïnteresseerden, dan zeg je oké, omdat we een systeem hebben, we schrijven niet zomaar, er is een soort standaardisatie binnen de regio natuurlijk, dan zeg je oké, als je toch dezelfde woord wil schrijven in Tivinar, dan het enige is een soort vertalen van A naar een puntje, B naar een cirkeltje met met een streepje daarin, dat soort dingen. Dus dat kun je wel doen. Het is niet dat je nu iets leert wat heel anders is dan wat iemand die in Tivinar schrijft. Ja, dat is een andere zaak. Ja. Ja, dat is puur een kwestie van het schrift. Dat is net als... Ja, het is een technische iets. Dus jij schrijft een sh met zo en ja, toevallig is het hetzelfde ook in Tivinar. Ja. Maar een de bijvoorbeeld is een soort V upside down in Tivinar. En in de Romeinse alfabet is het iets anders. Dus ja. En als je de goede lettertypes hebt, dan kun je echt een hele tekst gewoon omzetten in Tivinar. En je kan het niet lezen, maar je hebt een mooie tekst in Tivinar geschreven. Ja, ja. Nee, dat is inderdaad. Dus je onderwijst gewoon aan de hand van het Latijns alfabet. Ja. Oké, nou, ik denk dat we hebben natuurlijk nog heel veel, we kunnen heel veel bespreken, maar ik denk dat even over dit onderwerp, dus de taalkunsten, dat er genoeg informatie is. Het materiaal, want ik was bang dat je mij ging vragen. Je vroeg mij over het materiaal wat ik gebruik, maar zoals jij... Het materiaal komt nu gelukkig wat met onze beiden en andere collega's van buiten. Dus een beetje vertalen, een beetje die krentenboeken. Prentenboeken. Prenten heb ik in de keuken. Nee, ja. Met de prentenboeken voor kinderen, dus dat vind ik ook een hele... In mijn tijd, mijn dochter was een paar jaar oud, ik probeerde haar Terrifi te leren. En ik moest alles handmatig vertalen, dus gewoon plaatjes en dat soort dingen. Nu kun je een boek uitgeven, het kost niks. Ja. Dus je moet alleen wat werk daarin dat stoppen. Maar goed, we gaan werk niet uit de weg. Ja, ja, dus er is dit jaar met mijn bijdrage, jouw bijdrage, wel zijn er twee verschenen. Dus, en natuurlijk van Ron Leunissen, die het mogelijk heeft gemaakt. Precies, Ron Leunissen, ja. Met, veel dank. Dat zijn tweetalige boekjes die, voor verschillende niveaus. Het laatste boekje dat uit is gekomen. Ja. Hoe heet het ook alweer? Alex de in de Nile Paarden avonturen. Avonturen Nile Paarden eiland. Ja, mooi. Ik zal dan ook een link hieronder plaatsen naar de boekjes. Ja. Dus voor geïnteresseerden die kunnen dat kopen. Je kunt aanschaffen. Het zijn boekjes, tweetalige boekjes. Dus Tremezicht, dus Sarifst in Nederlands. En in een soort van standaard transcriptie ook weer Latijns, dus niet in Tivinar. Ja. En je kan het met een beetje oefenen, kunnen ze het gewoon lezen. En misschien komt, niet misschien, maar we werken aan, we kijken nog hoe we het kunnen doen, hoe we het gaan doen. Dat is dan een audioversie, een audioboekversie van de boeken. Dat is nog niet beschikbaar, maar we hopen dat het dat kan. Dat staat in het schrift. En ook nog andere boekjes die we willen vertalen. Dus dat volgen we nog. Maar dat is onderwijsmateriaal, maar je hebt natuurlijk ook, wat je al zei, de grammatica zelf. Hè? Dus je hebt een soort van, je hebt al materiaal en een woordenboek was je aan bezig, was je mee bezig. Ja, ben mee bezig inderdaad. Ja, ja. Dus er is een soort materiaal om zo'n cursus te kunnen, kunnen doen. Mijn droom is dat... Dat ik dan tegen mensen die zeggen van, we hebben geen materiaal. Die zegt, nee, er is genoeg materiaal. Ik weet niet wat genoeg is, maar er is een minimum aan materiaal. Als je 20 kinderboeken hebt en 3 volwassen methodes hebt en 15 of video's, wat dan ook, zoiets, dan praat je over een minimum, denk ik. Ja, nee, inderdaad. Dus... En je hebt natuurlijk gewoon de docent, hè, die je kan uitleggen hoe alles zit, die dat heeft gewoon, die de native speaker is. Dus dat is, is de beste bron, neem ik aan. Abderrahman, wil jij nog iets kwijt? Ik denk dat we kunnen afronden.
Nee, het enige valid is dat belangrijk is dat mensen gewoon communiceren wat ze willen. En ik vind alle vragen die omtrent het tarief of het gebruik van de taal of identiteit of dat soort zaken, dat als je jou, vind ik gewoon belangrijk. Dus dan, we zijn bereikbaar. Ja, ook misschien gewoon hele praktische vragen zijn natuurlijk. Wanneer wordt het gegeven en wat is de prijs bijvoorbeeld ook? Ik weet niet of je het daarover wilt hebben of dat je dat liever in privécommunicatie... Nee, dat staat er. Natuurlijk, et cetera. Dus, trouwens, gaat het goed dat je het zegt. Er is een deel van deze cursussen wordt georganiseerd door Franse collega's en vrienden uit Kabyle in Parijs. En ik stuur je de link... zodat je het ook in de description kan plaatsen. Centre culturel Amazir en Coördination des Berbères de France. En daar geven ze ook, trouwens belangrijk om te weten, zij hebben meer dan 150 cursisten voor Kabyle. Wow. En er zijn geen ongeveer 10 voor Tarifit. Dat is ook, alles is relatief, maar het verschil tussen 150 en 10 is wel groot. Ja. En er zijn ook een beetje zoiets voor Tashlehit. Dus die mensen zijn ook goed bezig. Ja. En we helpen elkaar met uitwisselen van methoden en ideeën. En ze komen ook zeer waarschijnlijk met een digitale omgeving, net als Blackboard. Ik weet niet hoe het heet, MOOC of zoiets. Ik weet het niet, maar dat komt later in de description, hoop ik. Dan geef ik de goede naam. Geweldig, ja. En worden de lessen dan ook in het Engels gegeven, weet jij dat? Ook in het Engels, ja. Oh ja, oké, geweldig. Ook in het Engels. Voor het Nederlands publiek interessant. Maar als ze via de Fransen doen en als er geen docent is voor Tarifit, dan komen ze de meeste gevallen terug bij mij. Dan heb ik een klein groepje van 5 of 6 mensen die Tarifit willen leren. Ja. Dus dan, en we hebben geen grote groepen of zoiets. Het is echt, voor mij, ik leer uit van deze ervaring meer dan, of net als de cursisten zelf die van mij leren. Ik leer ook hoe het moet en hoe het kan. En bedankt Khalid, voor jou ook trouwens. Ja, jij ook bedankt. En wij spreken elkaar weer snel, maar dit is heel nuttige informatie en nogmaals voor iedereen die deel wil nemen of die zijn tarifit wil verbeteren of gewoon vanaf nul wil leren, neem contact op met de Abdelrahman Initiatief via het contactformulier en je kunt meer informatie krijgen. Oké. Graag.